En iedereen weet, onderwijs is de beste manier om een land of een bevolkingsgroep uit de miserie te helpen. En ook voor de emancipatie van de meisjes, onderwijs, onderwijs, onderwijs. Onder ons logo staan drie woorden. Accompany, serve, advocate. Vergezellen, dienen, opkomen voor. Nou, en dat vergezellen is typisch iets voor de Jesuit Refugee Service. In België bezoeken we de mensen in de gesloten centra. De Vlaamse pater Cornoudus is op het eiland Lesbos in Griekenland. En het eerste wat hij doet is er zijn. Pas daarna kijken we van in hoeverre kunnen wij jullie van dienst zijn. En ik denk dat dat ook wel iets te maken heeft met het christelijk karakter van de Jesuit Refugee Service. We zijn niet zomaar een NGO, we zijn een kerkelijke NGO. We doen het ook vanuit een bekommernis van, om de waardigheid van iedere mens. We doen het vanuit het evangelie. Als je vraagt hoeveel mensen werken er bij JRS, ja, fulltime jezuïten zijn er misschien maar 200. Maar als je alle vrijwilligers meetelt, waaronder de meeste vluchtelingen zelf, kom je misschien wel aan 10.000. Dus dat is heel moeilijk te meten. Als we ergens komen, beginnen we nooit bij nul. Ik herinner me dat ik moest het kantoor opstarten van de Jesuit Refugee Service in Kroatië. Maar de kerk is daar natuurlijk al 1500 jaar. Dus daar ligt een netwerk te wachten om gebruikt te worden. De keuze waar we naartoe gaan, het is vaak de lokale kerk die ons vraagt. Denk aan de recente toevloed van mensen uit Myanmar, Burma, naar Bangladesh. Nou, daar is een hele goede, sterke Caritas, dus de katholieke hulporganisatie, maar die zegt, dit is te groot voor ons, een miljoen mensen. En in het wereldje van de hulpverlening weet men wel wat de twee speerpunten van de Jesuit Refugee Service zijn. Het eerste is onderwijs. We hebben over de hele wereld scholen en ook voor vluchtelingen. En het andere is wat je kunt noemen pastorale hulp en psychologische hulp. Dat we de mensen helpen bij traumaverwerking. Dat tweede is natuurlijk heel arbeidsintensief. Dat is ook geen werk voor amateurs. Het eerste, het onderwijs, is typisch een plek waar je met weinig mensen een heleboel kunt bereiken, omdat je gebruik kunt maken van de talenten van de mensen in de kampen. Onderwijs helpt. Het in eerste, het geeft ordening aan je dag. Het geeft, het structureert de week. De kinderen leren heel veel. Maar je voorkomt ook dat meisjes in de kinderprostitutie geduwd worden. In Afrika voorkom je dat mee dat jongens in jeugdbendes gaan of kindsoldaten worden. Dus niet alleen worden de tafels van 5 en de tafels van 6 geleerd, maar het geeft die kinderen ook een zekere trots om iets te kunnen leren. En ze worden toegerust voor het leven. We hebben vaak een rol als, wat in het Engels heet, facilitator. Dus denk, je zit in een vluchtelingenkamp waar 10.000 vluchtelingen zijn. Dan zijn daar onderwijzers. Die hoef je niet van buiten daar naartoe te brengen. Dus daar maken wij het mogelijk dat de mensen het zelf doen. En het betekent ook dat als de crisis voorbij is en je denkt aan terugtrekken, dan heb je een lokale partner aan wie je zaken kunt overdragen. En dat heeft Artsen zonder Grenzen niet. Die pakt zijn spullen op en laat dingen achter, maar weet ook niet goed aan wie. En wij kunnen altijd aan de plaatselijke parochie of aan de bisschop of aan de katholieke school vragen van, wil jij dit overnemen of wil jij dat werk voortzetten? Of wil jij ervoor zorgen dat er altijd een plaats is in jouw school voor de mensen uit Bosnië? Dat is een geweldig voordeel. Dat het dus bij aankomst vind je een netwerk en bij vertrek kun je het aan iemand overdragen.